Daar hangt mijn eerste bundel, dat zijn de boven. De tekeningen uit de eerste bundel. Uit de eerste bundel, oh. Ultima Thule. Ja, 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 ja. Nou ja, zo zit er van alles. Ja. Dit is het boek van John Speck met gedichten bij werk van mij. Zie je? Ja. Ja, ik schreef poëzie en ik schreef... Jos ging in 1967 het leger in en nam toen, om niet als een doetje bekend te staan, het pseudoniem van Michel Martinez aan. Over dat je anders was. Het is een harde mannenwereld wat je zei. En ik zocht eigenlijk een beetje verhulling, verschuiling, camouflage. Camoufleerde me dus als Michel Martinez. Ik gebruikte mijn twee doopnamen. Michel Martinez. Je ogen zijn wat minder. Ja. Is dat altijd al zo geweest? Nee, ik heb een behoorlijk zwaar herseninfarct gehad in 2002. Hm. Dat was ook het einde van mijn werkzaam leven. Hm. Want toen kon ik niet meer werken. Nee, oké. Okay. Tot dat jaar was je werkzaam binnen Defensie? Ja. Ja, oké. Okay. En toen, ja, ik wist niet meer waar ik was. En ik kon niks onthouden, ik kon niet meer schrijven. En dat schrijven, ik heb weer een aantal storingen die ik toen had, zijn weer teruggekomen. Want ik kon altijd heel mooi schrijven. Ik maakte gebruik van kroontjespennen, vulpennen. En ja, dat kon ik allemaal heel goed. En nog in het ziekenhuis schreef ik, wilde ik maar één ding. Maar toen sprak ik in één keer Duits. Ja, dat heb ik altijd goed gesproken en geschreven. Maar één keer, voordat ik weer Nederlands sprak, na dat herseninfarct in het ziekenhuis, was dat even heel moeilijk. Daar heb ik nu nog nadelige gevolgen van. Ik ben alleen korte termijn geheugen is nog redelijk goed. Maar lange termijn valt een beetje weg. Ja. Daarbij heb ik een linksuitval gekregen. Ik ben linkshandig, maar ik acht helemaal niet op wat links gebeurt. Dus ik schrijf dus ook links. Maar met aankleden, er moet altijd iemand in de buurt zijn, want anders zit het niet. Aan de linkerkant niet. Zou je bij wijze van spreken vergeten om je linkerarm in de mouw te steken? Ja. Oké. Okay. Heel simpel, ik vergeet mijn links te scheren. Ja, echt? Ja, echt. Oh. Ja, het is een hele merkwaardige toestand waar je mee te maken hebt. Jos heeft sinds zijn jeugd suikerziekte en is mede daardoor zijn rechter onderbeen kwijtgeraakt. Ook zijn ogen zijn hierdoor extra aangetast. Met behulp van zijn vrouw Tini heeft Jos zijn leven, ondanks de beperkingen, weer aardig op de rails gezet. Je hebt dan ook een computer, daar zit een programmaatje op voor blinden en slechtzienden. En dat gebruik ik dan om bijvoorbeeld wat ik schrijf, want dat doe ik op computer. Ik schrijf wel eerst op papier en dan op computer, om dat even terug te lezen. Ja. En een stem kan ik er dan opzetten en die leest dat voor mij terug. Ja. Ik hoor dan gelijk of ik goed zit. Dus voor het dichten is dat natuurlijk een heel mooi hulpmiddel. Ja. Maar ik heb samen met jou even door je huis gelopen en ik zie heel veel kunst. En je vertelde dat je ook veel samenwerkt met kunstenaars. Ja. Ja, dat is natuurlijk bijzonder vervelend, dat je dan een stuk zicht mist. Dat is heel erg. Ja. Ik werk dus heel erg intuïtief. Dat betekent, zodra ik maar een indruk van dingen krijg, mijn hoofd is de hele dag bezig met schoonheid. Dus dat is alles. Dat is kunst, dat is muziek, dat is de natuur, dat is gewoon, ik kan van werkelijk alles, kan ik genieten en begint er iets te spoken in mijn kop. Ik kan heel lang in die vijver zitten kijken naar een druppel water. En dan ga ik daarmee bezig. En ik werk hier van 's morgens 7 uur, dan zit ik hier wel, soms vroeger, soms ietsje later, maar meestal wel. En dan begin ik met door die tuin te wandelen. En op het moment dat ik mijn eerste gedachte opschrijf, dat kan ook door een mailtje al binnenkomen. Iemand vraagt me iets of iemand stuurt me iets. Heel veel mensen sturen mij een foto van iets en dan loop ik daarmee door de tuin. En dan ga ik weer terug en dan ga ik wat schrijven. En als ik vast kom te zitten, ik heb achter zo'n home trainer staan, onder de bomen, en dan ga ik eventjes
10 minuten fietsen, 5 minuten fietsen, loop ik weer verder door die tuin, loop ik terug naar mijn atelier, pak die zinnen weer op, schrijf wat er ondertussen in mijn hoofd is gebeurd, schrijf ik erbij. En zo langzamerhand groeit er iets. Ja, ja. En natuurlijk is het niet altijd gelijk iets geweldigs. Ik werk dus al jaren voor El Mundo. Dat is een wereldmuziekprogramma op de Harderwijker Radio. En dan krijg ik van Ab de Haas, dat is de programmamaker en discjockey, krijg ik op maandag morgen 2 stukken muziek. En het is nooit te voorspellen waar dat nou uitkomt. Uit Frankrijk, uit China, uit een of ander Afrikaans land, uit Ierland, uit Amerika. Eigenlijk van alles. Ik heb in die 3 jaar al zoveel meegemaakt op muziekgebied. Er wordt mij gevraagd, wat vond je van de muziek? En meestal heb ik al geformuleerd wat ik vind. Vaak vind ik het echt niet om aan te horen. Maar omdat ik het zo vaak draai, gaat mijn gedicht, gaat eigenlijk mijn hele voorstelling overnemen. Ja, ja. En dan, dan moet het toch gek gaan als ik er niet achter sta. Nee. Speciaal voor deze uitzending spraken we met Jos af in de studio van HKFM. Hier had hij een gesprek met radiomaker Ab de Haas, die wekelijks het programma El Mundo presenteert. Voor het eerst in de geschiedenis van El Mundo zit onze huisdichter Michel Martinez in de studio. Dag Jos. Dag Ab. Want ik heb het nog even de archieven nagekeken, maar wij zijn gestart op 16 januari 2010. Dus volgend jaar januari dan werken we al 4 jaar samen. Dat is een mooie tijd, hè? Ja, ja, dat is wat, hè? Maar goed, voordat we daar naartoe gaan, eerst even, wat vond je van deze muziek? Ja, onmiskenbaar een tango, maar wel in een heel swingend ritme, waarbij die zangeres het romantisch en soms zwoel haar liedtekst blijft volgen. Dat vind ik heel knap. Dat heb je weer heel mooi gezegd, dat klopt, inderdaad. Ja, fijn. Nou, in ieder geval eerst even de microfoon voor jou, want we willen zijn heel erg benieuwd van wat je hiervan gemaakt hebt. Ik heb mijn gedicht gebaseerd op het nummer Serenade. Serenade, als met een glimlach het hemelsblauw de Balkansong loslaat, wij de vloer verlaten, spiegelt zich in de kosmische stroom een droom die mij overmand. Elk detail maakt deel uit van het geheel, zoals de sterretjes en bloemetjes één zijn met haar stem aan het firmament, kleurrijk blauw. Ik droom dat ik vannacht buiten op het balkon sta en zij daaronder mij een serenade brengt, alsof Romeo en Julia hier van plek zijn gewisseld. Romeo boven en Julia die beneden te zingen staat. Zij zingt de nachtegaaltjes voor, waardoor in mijn ontroering de maan goudgele danspasjes serveert, die ik, om te danken, tussen alle ritmische klanken met haar aanzet. Ja, geweldig. Heel erg bedankt. Heel knap dat je dat weer gedaan hebt. Hè? Je hebt de sfeer van de muziek goed aangevoeld. Ik wil nog even teruggaan met jou naar het begin van onze samenwerking. Dat is eigenlijk ontstaan in oktober 2009 op een feestje. Daar kwamen we elkaar tegen. En toen vroeg jij aan mij van, wat doe je eigenlijk op bij Harderwijk FM en zo? Een beetje uitgelegd. En we hebben het over jouw poëzie gehad. Toen was je al stadsdichter, dacht ik. Hè? Ja, 2009. Ja. En toen kwamen we samen tot de conclusie van, waarom gaan wij niet samenwerken? En zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Want weet jij nog met welke muziek we destijds gestart zijn op 16 januari 2010? Ik zou het niet weten. Ik heb hem hier staan, Cesaria Évora. Oh, oké. Okay. Weet je het nog? Ja, die hebben we wel eens een keer eerder gehad. Ja, de overleden zangeres uit de Caverische Eilanden. Ja. Daar zijn we toen mee begonnen. Ja, ja. Dus we hebben er heel wat gehad. Hè. Ik heb van die lijstje nog eens nagelopen. Maar fantastisch. En dan iedere maandag stuur ik jou de muziek toe. Ja. En dan krijg je meestal na een uurtje ongeveer al de eerste versie. nog even over Annelies Haan, ook een medewerker aan ons projectje El Mundo on Tour. Hè. De Zwolse kunstenares en die maakt altijd een schilderij eigenlijk bij de gedichten die jij weer maakt. Ja. Dat is toch wel een mooie samenwerking eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hè. Ja, ik hoop ook dat we met z'n drieën een keer een expositie kunnen vertonen waarbij dus muziek
en gedichten gelezen worden. We gaan ons best doen. We gaan ons best doen om dat te organiseren. Jij, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. En waarschijnlijk heb ik je volgende keer gewoon aan de telefoon. Oké, bedankt. Okay, wij gaan door naar veel Denemarken. Succes. Okay. Ik heb een jaar lang, bijvoorbeeld voor een Harderwijker Courant, vroegen ze mij, wil jij wekelijks iets schrijven? Ik zeg, ja, wat denken jullie aan? Nou ja, weet niet, verzin het zelf maar. Ik zeg, weet je, dan maak ik een soort column over typetjes, over types, type mensen. En dat is dan de bundel geworden tussen stadsjutter en stadsdichter. Dus ik leverde elke week een portretje aan van een Harderwijker. En ze vroegen aan mij, wat kost ons dat, wat wil je daarvoor hebben? Ik zei, nou, je kunt het niet betalen, maar lever mij maar gewoon een bundeltje af voor de abonnees van je krant. Ja, ja. En dat is het bundeltje tussen stadsjutter en stadsdichter. Je kijkt alleen even naar achteren in dit stapeltje? Mijn kop staat erop. Ik zei dus, ik wil geen geld, maar ik wil eigenlijk een bundeltje van al die columns die ik een jaar lang heb gemaakt. Ja. Ik had er wel meer. Want ik dacht, oh, dat gaat er na een jaar weer door. Dus ik was door aan het schrijven. Want er zijn zat Harderwijkse mensen die je wel eens even de aandacht wil geven. En hier heb ik er een over Boer Hoeven. Ja, dat is de bloemist aan de overkant. Kijk aan! Er is een bundel op een gegeven moment voor Harderwijk gemaakt. Ja. Kun je hier iets over vertellen? Hier gaat bijvoorbeeld een gedicht over de visserijdagen. Nou, een evenement wat iedereen kent. Ja. Ja, ik heb een boekje gemaakt samen met Hein Burgerweer. Dat boekje heet Dans maar oude stad. Ik was al een tijd bezig met gedichten over de stad Harderwijk en schrijven. En toen zei ik tegen, wij werkten eigenlijk iedere dag samen ergens aan. Vooral filosofeerden wij veel over bepaalde dingen. En dat vind je in veel van mijn boeken wel terug. En Hein was een ontzettend goede tekenaar en ontwerper. En hij zei, je hebt hier een gedicht dat heet Dans maar. Dans maar oude stad. Hij zei, dat is de titel van de bundel. Ik zei, oké. Ik haalde, vroeger hadden we op school iets van opstellen. Ik zat dat echt altijd heel hoog mee. Ja, ja. Dus ik schreef wel eens verhaaltjes. Ik schreef ook, ik had heel veel correspondentie. Ik correspondeerde met veel mensen omdat ze van mij bijzondere vreemde brieven kregen. Met veel poëtische teksten in. Wel eigen teksten. Dus dat kun je daar zien. Daar staan al mijn correspondentie, mijn brievenboeken. Alles inspireert mij. Als ik uitging, we gingen eten. Ik schreef op servetjes gedichten voor mensen. Ik schreef zelf op hele tafellakens, omdat mensen, ja. Laat me raden, je hebt ook moeite met iets weggooien. Dat is zo. En dat is echt. Maar hier hebben vrienden hebben een groot deel van mijn dingen opgeruimd. Maar alle laden van het oude bureau liggen vol poëzie. En ja, degene die na mij komt en die dat moet uitzoeken, ja. Wie dan leeft. Hè? Ja. Maar dat was een groep waar ik bij zat. Dat waren allemaal beeldend kunstenaars en edelsmeden, van alles wat. Oké. En ik heb bij al hun werken gedichten gemaakt. Hij is één met de vrolijke vogels om hem heen. Zelfs zijn ogen, neus. Dat zijn allemaal gedichten van mij die ik daar bij hun werk heb gemaakt. Dit is bij werk van Mieke Hodes, die maakt vreemde dingen. En hoe is zijn vogeltaal op het doek van dromen? Maar de stem is van? Dat ben ik. Oh, echt? Ja, het zijn ook mijn eigen gedichten. Ja, dat vind ik dan natuurlijk heel logisch. Ze draagt een bonte vriendentooi. Haar hoofd als bloemknoppen. We hebben het al over een heleboel dingen gehad. Waar we het ook nog even over moeten hebben is literaire kring Apollo, waar je bij betrokken bent. Ik weet dat je oud-stadsdichter bent van Harderwijk. Is het zo dat vanuit die literaire kring Apollo, dat daar iedere keer opnieuw een stadsdichter wordt gekozen die binnen die kring werkzaam is, betrokken is? Of hoe werkt dat? Ja. Er zijn hier even twee dingen die ik even apart wil belichten. Apollo, de literaire culturele stichting Apollo,
heb ik onder andere met een aantal mensen in 1985 zijn we er eigenlijk mee begonnen. In 86 officieel opgericht. Die kring is gaan groeien. En als dichter zat ik op een gegeven moment in de jury voor een poëzieprijs in Gorinchem. En daar was een aantal Belgische dichters waren daar. En een van de dichteressen waar ik contact mee kreeg, die hadden ook een literaire kring in Diest, in Vlaams-België. En wij kwamen met elkaar in contact en spraken daarover of het mogelijk was om een samenwerking te beginnen. Dus dat was de literaire stichting Apollo Harderwijk. En zij heette Literatuur op Zondag. En dat vond ik een verschrikkelijke naam. Dus ik zei, als jullie nou onze naam mee overnemen en we vormen een hoofdbestuur uit twee groepen Apollo, dan lijkt me dat wel wat. Zodoende wij daar vaak naartoe, zij hier naartoe en gesproken. En die literaire kring Apollo kwam er, kring dus, hè, nu uit Apollo Diest en Apollo Harderwijk. Dat werd een zeer groeiende en bloeiende literaire kring, waarbij we het volgende altijd deden. Wij hadden één dichter uit Nederland, een grote naam, en een grote naam, schrijver uit België. Noem eens wat. Nou, bijvoorbeeld van de schrijvers, Dr. Anders P. als dichter of als schrijver in België dan Hubert Lampo. Die voegden we dan samen. En dan mochten zij de voorkant krijgen en dan kwam er een Belgische dichter en een Nederlandse schrijver of schrijfster. Ja. Dus zo werkte dat. En we deden ieder onze dingetjes erbij. We hadden iets laagdrempeligs, dat was Apollo's kamer. Dat was dus in het begin begon dat hier in huis, op zondagmorgen. Dan nodigden we mensen uit die over poëzie wilden praten, zelf iets wilden voorlezen, klein verhaaltje. Langzaam werd dat huis te klein, er kwamen te veel mensen en zijn we de stad ingetrokken, kroegen in. En begonnen we literaire cafés. Ja. Dus Apollo's kamer in een literair café, plus een literair café, waarbij we dus al iemand die dus een bundel of een verhalenbundel of een dichtbundel op zijn naam had staan. En de amateur kon dan daar op het open podium zijn dingetjes doen. Ja. Dan hadden we de zondagmiddagen, waarbij we dus bekende namen lieten komen. Maar dat kost natuurlijk veel geld, dus we hadden een grote sponsor nodig. En die kregen we. Maar goed, dat is eigenlijk Apollo. Bestaat nu voor het 26e jaar. Het oude bestuur waar ik toe behoorde en ik ben dan de oprichter. Het oude bestuur is helemaal vervangen door een nieuw, jong bestuur. Ja, ja. En die leggen de prioriteiten weer anders. Die hebben geen grote sponsor meer, die hebben geen subsidie. Dus het is allemaal moeizamer. Zij moeten met minder geld natuurlijk, zoals alle organisaties in Harderwijk, ja, moeten zij hun kar toch trekken. En ze doen dat op een hartstikke goede manier. En ik ben blij dat die club nog bestaat. Ja, precies. Het idee van het stadsdichterschap is ontleend aan de Vlaamse poot van die literaire kring Apollo. Hier werd Ina Staberg de eerste stadsdichter. En in Harderwijk had men er ook al oren naar, met als resultaat dat de gemeente Harderwijk in 2007 officieel Michel Martinez als eerste stadsdichter aanstelde. Als eerste stadsdichter van Harderwijk, ja. En dat was dan, we hadden regels, we doen dat voor 2 jaar. Uh-huh. En je werkt in opdracht van dingen van de stad, maar je mag ook uit jezelf dingen. Maar het moet altijd iets met de stad te doen hebben. Ja. Met mensen uit de stad, met de stad. Het is nu zo dat de stadsdichter, en inmiddels zijn we aan nummer 5, want ik ben er 2 keer geweest.
Nu is dat Theo Bakker. Die krijgt zijn opdrachten van een comité, het Stadsdichtercomité. Daar is Dim van Ree voorzitter van. Daar zit iemand van Apollo in. Daar zit iemand van de bibliotheek in. En iemand van het klooster. En die bepalen dan, wat is er voor een historische activiteit? Is er op komst in Harderwijk? Wat doen we? Stadsdichter, maak een gedicht over Veteranendag. Of 700 jaar bestaan. Of is iets een mooie vondst gedaan. Dus die stadsdichter die krijgt opdrachten. Mag ook met eigen dingen komen. En daardoor, vanuit dat stadsdichterschap... is het zo dat er nu op verschillende plekken in de stad Harderwijk gedichten van jou terug te vinden zijn? Ja, dat is weer een andere nevenactiviteit van Apollo. Die hebben een poëzieroute in de stad gelegd. En dat is weer naar aanleiding van, omdat je overal gaat kijken in Nederland, in Vlaanderen. En dan zie je op een gegeven moment poëzieroutes. En de een nog mooier dan de ander. Dus wij zijn overal gaan kijken en gedacht, ja... Hoe doen we dat? Hoe is dat te financieren? Hoe doe je dat? Maar goed, dat is ons gelukt met een aantal sponsors en met de gemeente wat geld en Apollo veel geld erin. Is er een poëzieroute gekomen. Dus er liggen wat gedichten van mij in gebouwen hier in de stad. Jos kreeg in 2009 de erespeld van Harderwijk opgespeld door de toenmalige burgervader John Berends. Dit vanwege zijn enorme inzet voor de samenleving op het gebied van cultuur. Jos is namelijk van mening dat de jeugd zo vroeg mogelijk met poëzie in aanraking gebracht moet worden. Zo ging hij in gesprek met mbo-leerlingen van de scholengemeenschap Landstede over de poëzie, schrijven en het beleven ervan. Zoals je loopt door de kamer, uit het bed naar de tafel met de kam, zo zal geen regel ooit lopen. Een gedicht is een close-up. Meet in Madurodam. Paul Rudenko, een beroemde Nederlandse dichter, noemde een aantal kenmerken van poëzie. Een gedicht kan rijmen, maar kan dat ook niet. Ik wou zo graag zijn jou, maar kan niet zijn. Het licht is om je. Je bent nu toch wat je eenmaal bent. En oh ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk van je. Ik wou het helemaal zeggen, maar ik kan het toch niet zeggen. Jan en Jannie Klein waren al vanaf het eerste uur bij de literair culturele kring Apollo. Laura sprak met hen over Jos, gedichten en de Harderwijkse poëzieroute. Maar Apollo wilde een poëzieroute hebben in Harderwijk ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Apollo. En Jannie en ik vonden dat eigenlijk ook wel leuk. Dat hadden we ergens in een andere plaats gezien. In Leiden bijvoorbeeld, daar heb je een heleboel muurgedichten. Toen zeiden we, nou dat zou leuk zijn in Harderwijk. En toen hebben we elkaar gevonden, zijn in het bestuur van Apollo gekomen. En hebben dus met sponsorgeld uit Harderwijkse ondernemers en van de VVV hebben wij het neergelegd. Ja, dus... we moeten wel even erbij vertellen dat Jos... het initiatief daartoe nam. Want ja, precies wat u zegt. Ja, we precies. Hebben elkaar gevonden. Ja. En dan bedoelt u dus... Maar Jos die belde dus en die zei van... Ja. Willen jullie ook nog steeds een poëzieroute in Harderwijk? Ja, ja Jos, zeiden wij. Kunnen wij daar dan eens over praten? Maar natuurlijk, Jos. Dus wij zijn naar de Stadsdennenweg gegaan. Toen stond er nog een prachtige boom. Een perenboom, meen ik, achter hun huis. Die is inmiddels omgehakt. Daar hadden zij een hele gezellige tafel onder. En daar aan die tafel zijn de plannen gesmeed voor de poëzieroute. Kijk, en wanneer was dat? Hoe ver gaan we terug in de tijd? Nou, dat is in 7 jaar geleden moet dat zijn. Ja, op die manier ook jullie eerste kennismaking met elkaar. Jullie kenden elkaar natuurlijk wel van Apollo. Maar hoe goed was het hallo? Of precies. Ja. We kenden elkaar. We kwamen elkaar natuurlijk tegen bij culturele activiteiten. Ja. Want er waren Jos en Tini ook altijd zijn er zeer in geïnteresseerd. En en van daaruit kun je dan zeggen van willen jullie dit ook plannen? Ik heb een plannetje, willen jullie dat ook nog steeds? Want dat wist hij wel van ons, dat we dat graag wilden natuurlijk. Ja. En dat is eigenlijk het begin geweest. En het leuke van Jos was, hij is echt een dichter, dus hij houdt ook van... Ja, wat mensen dan onbegrijpelijke gedichten noemen, daar houdt Jos ook van. Maar Jos zei, de poëzieroute, daar moeten een heleboel gedichten in zitten die mensen ook iets zeggen die geen relatie hebben met gedichten. Ja. En ik heb er hier bijvoorbeeld één, het huwelijk.
En die hangt aan de muur bij nu de hertog Karel. Op de markt. Natuurlijk, ja. Ik heb je alles gegeven. Een gedicht, mijn maandsalaris en een kind. Wil je nu even kijken of het eten klaar is? Dat is van A. Maria. En dat is dus ook echt een gedicht precies op die plek. En daar hoort het. Op een restaurant. Op een restaurant. Ja, ja. Waar dus mensen komen om een gezellig biertje te drinken. Ja. Jos, die is ook, wat zijn manier van dichten betreft. Hij maakt hele verheven gedichten waarvan je zegt, nou, dat moet ik wel drie keer lezen. Dan snap ik er iets van. Ja. Maar hij maakt ook haiku's. Hij maakt ook elfjes. Hij maakt ook een heleboel gedichten, ook moderne gedichten weer. En dat is zijn kracht. Het is niet een dichter op leeftijd die nog misschien wat oude gedichten. Nee, hij is sprankelend. En ik neem aan dat er ook wel van hem gedichten zijn opgenomen in de route. Ja, dat hebben we expres maar weinig gedaan. Aha. Want hij was bescheiden. Ja. Hij is bescheiden. Ja. En hij heeft gezegd van ik wil me niet op de voorgrond doen. Nee. Maar het leugenbankje, uiteraard. Ja, het leugenbankje. Bekend, is van Michel Martinez. Achter het stadhuis aan de haven. Maken ze elke morgen verhalen van jaren tot een dagelijkse werkelijkheid. Oude Harderwiekers, moeizaam gesticulerend en wijzend op de kleurrijk geklede dagjesmensen. Hoofdschudden, het gemanoeuvreer van plezierjachten begeleidend. Gemeenteplannen worden hier onder de oude visafslag gewet aan toen en aan het historisch geheugen van de bankzitters. Nooit om een advies verlegen. Want hoe verliep dat? Hè? U zei al van, dan zitten we daar gezellig onder de perenboom en dan worden de plannen gesmeed. Ja, waar begin je met zoiets? Precies. Klik op internet maar in, gedichten. En een heleboel gedichten. Dat geloof gelukkig ik. Zijn en we alle vier waren we vreselijk belezen. Dus je hebt een heleboel gedichten, ken je. Ja. En dan zeg je van, die moet erin. Nou, dan werd hij gewikt en gewogen. Zijn we, toch niet. Enfin, dat is natuurlijk een eindeloze zoektocht geweest. En het verhaal speelt zich natuurlijk ook af, want op verschillende gedichten zitten auteursrechten. Mm-hmm. Daar moesten we toestemming hebben van soms de erven of soms de uitgever. Dat waren meestal de lastigste. En, of gedichten die nog in leven, dat was meestal geen probleem, want die vonden het wel leuk. Hier heeft een vuurtoren gestaan, hij heeft licht gezeten boven in de vispoort, om de schippers de weg te wijzen naar Harderwijk. En toen zochten wij iets van vuurtoren en licht en toen kwamen we uit bij het kwatrijn van Jacques Benoit. Maar je moet van de dichters toestemming hebben om hun gedicht op te nemen. Jacques Benoit, die leeft niet meer, maar er zijn wel nazaten. En die hebben we gevraagd, mogen wij het gedicht van Jacques Benoit opnemen? En die waren daar zo verrukt van. Die zijn bij de opening van de poëzieroute in 2006 hier geweest. En die hebben zelf dit gedicht voorgelezen. Kwatrijn. Wie van de dichters haalt het nageslacht? De meesten zijn als schepen in de nacht, slechts even door een vuurtoren hier beschenen. Toch was de lading van hun ziel de vracht. Waren er nog andere criteria? Het moest passen bij de locatie. Ja. En een relatie hebben bijvoorbeeld met Harderwijk. Zo hebben we op het VVV, vroegere VVV-kantoor, dat is nu het havenkantoor, mm-hmm, mm-hmm. Dat ronde ding bij vlakbij de haven, dus een strofe gehangen van meneer Jacob van Zevenkoten, die destijds docent was hier aan de Universiteit van Harderwijk en die helemaal gek was van Harderwijk. En hij heeft een heel lang gedicht over lofdicht van Harderwijk geschreven. En een strofe ervan is van, weet dat ik begin te leven in het weeldig Harderwijk. Dat ik niet en wil begeven om het schoonste koninkrijk. En dan geweldig. Ja. Als er één trots was op Harderwijk, dan was hij. Dat paste heel goed natuurlijk bij het VVV-kantoor. De huidige poëzieroute bestaat uit 12 stenen gedichtendragers en 18 kunststof platen. Hier is een boekje van gemaakt wat nu helaas uitverkocht is. Wel is er op dit moment een app verkrijgbaar. Als we klaar waren, hebben we van de totale route weer een nieuw boekje laten maken. Okay. Maar om dat weer bij te bestellen telkens, dat wordt vreselijk duur. Ja. Maar Jos is echt daar degene geweest die daar de grote drijvende kracht is geweest, ook in de keuze van de gedichten. Wij hebben natuurlijk ook een heleboel aangedragen, maar we hebben hem toch een beetje zijn gang laten gaan. Ja. Nou. Jannie zijn al enige tijd lid van de Harderwijkse Boekenclub.
waar nog steeds poëzie, voor veel althans, een onontdekt gebied is. Je moet een gedicht, je lievelingsgedicht. Ja, ik heb niks met gedichten. En dat is er eentje die zegt, ik heb niks met gedichten. Ik zeg, ik heb jou wel eens een stuk of 3-4 gedichten uit je hoofd horen opzeggen. Aha. En daar heb je wel gelijk in. Maar ja, gaat het niet over rozen en nachtegalen. Hè? Dan gaat het gewoon over de gewone dingen. En ik zeg, ja, dat is ook leuk. Nou, het gevolg was dat iedereen heeft er een ongelooflijk leuke avond aan beleefd. Omdat we met z'n allen met elkaar met gedichten bezig waren. En dan is het zo gek, dan komen er ook wat diepere gesprekken. Want het raakt je op enigerlei wijze. En dat vind je leuk om te vertellen. En dat vind je leuk om de andere deelgenoten van te maken. Dus wat jij zegt, gedichten verbroederen of verzusteren, moet je tegenwoordig natuurlijk ook uit angst zeggen. Maar dat betekent dat het gewoon waar is. Het laatste woord geven we graag aan de dichter zelf. Wat blijft? Aan een ronde lucht buiten zicht, bijt de bomen strepen, verhoudt de vogels op hun vlucht. Kinderen zingen tot hun stemmen geen adem meer vinden, zij niet meer worden verstaan. Er groeit een regen omheen. De verte is gedaan. Wat blijft in dit kleine wordend land is een streepje warme wind en wat uren gerangschikt op een smalle hand van tijd.